Hallo, hier Link 2155. Welkom terug in een nieuwe aflevering van Eurotruck Simulator 2. Aflevering weet ik hoeveel we er al mee bezig zijn. Wij zijn nog steeds op weg naar Batui in deze hoofdstuk. Er wordt nogal redelijk wat kipmeetjes binnen. We zijn alweer gestart met het zeilen en we zijn nu. We zijn in ieder geval op weg naar Batui toe. Ik geef het in ieder geval hier aan dat we nergens zijn, maar goed, het maakt er nog niet zo heel veel uit. We zijn Italië in ieder geval door en als het goed is, we zijn in de buurt van Zagreb. Als iemand dat weet hoe die dat moet doen, dan komt hij daar. Wij staan op een parkeerplaats, dus die ziet hij op momenteel niet. Dus we gaan dus maar gewoon even een stukje rijden, dan wordt alles duidelijk aangegeven. Goed, ik zou op dit knopje drukken, dat is makkelijk natuurlijk. Motortje starten, zo, handrem eraf, nog niet rijden. Dus ik moet even uit, heel erg wakker wild vandaag. Dat is natuurlijk ook weer zo'n puntje, wat wij dus. Zo. Wij hebben sowieso nog een dikke 2000 en zijn wij nog wel aan het rijden. Ach, kijk, hier gaan we dan. Wij zijn in Slovenië. Daar zijn we dan nog. En, we rijden Logitech G29 Driving Force. Rijden we weg. Oftewel, het zijn gewoon stuurtjes. Tot nu. Dus wij zijn nog wel even druk. Terug gaan even naar dit menu, want even naar de wereldkaart, seconden zo makkelijk. Voor onze volgende checkpoint zijn wij hebben wij nog 1198 kilometer te gaan om bij onze volgende checkpoint te gaan. Nou, dan gaan nog een stuk boot af, dus dan houden wij ook niet zo heel veel meer over als wij bij Poti zijn. Maar zeilen liggen hier, dus we zijn al redelijk bijna op de helft van deze rit, dus dan hebben we nog wel eventjes te gaan. Gelukkig mogen we redelijk een beetje doorrijden, we mogen gemiddeld 90. Houd rechts aan, daarna neem de afslag rechts. Neem de afslag rechts. Hier een lange lucht aan. Dat is sneller. Je hoeft zo wat extra te gaan. Hallo meneer. Wat is dit doing?
haalt links aan. Deze aflevering als ik denk, waarom is het nou zo veel van aflevering en waarom niet in één keer? Een video uploaden van ongeveer meer dan 3 uur, dat duurt nog behoorlijk lang. Dus dan beginnen we dan niet aan een video. Ja, dus deze routine krijg ik niet zo om te uploaden. Dat is niet aan mij natuurlijk. Welk graphics je gaat doen natuurlijk. 1080p. Het moet wel sneller zijn, maar. Maar het laat gewoon wat makkelijker. Dat kan.
zie zo die ronde trailer daar. Er staat wel aangegeven wat er precies in zit, maar zeg mij allemaal zo. Ik zal wel iets zien of niet ergens in zit. In ieder geval, dat is wel vloeibaar. Nou, ik ga je vertellen, in Nederland rijden ze echt niet zo hoor, dan staan ze stil. Namelijk bij aankomst van de grond. Moet je beter maken dat je er langs heen bent. En dan de hele dag blijven zitten, dan wordt het succes. Ja, ik moet in ieder geval een ETS of niet bang. Ja, het gaat wel lekker makkelijk weg dit.
fuck? Ja, verdomme, er zit een slagboom. Dat is niet zo hard aan het rollen. Dat boom niet. Pas op van baan. Yeah. Afslag rechts. Neem de afslag rechts. Flirten met iemand met de pen. Allemaal zo laag. En hier nog geld en je geld te rollen en dan daar nog eens een pooi.
deze rustplaats staan wij nog even zo. We gaan even door naar de volgende rustplaats. Loopt het al wat meer tegen de avond op, dat het alweer wat langer de donker is. Eerder donker wordt. Dan gaan we daar wel even stilstaan en dan de dag doorskippen weer naar de volgende. Houd links aan, daarna houd rechts aan. Verderop, rechtsaf. Rechts afslaan. Oh,
slaan. Die rustplaats die anders begint. Links aan. Ga rechtdoor. Ik ga 200 man, je kunt het er helemaal naast aan, man. Uiteindelijk hebben we een rustplaats gevonden. Wij gaan hier even in ieder geval de video stoppen. Ik hoop dat jullie weer in deze aflevering weer hebben een beetje kunnen genieten van, van de omgeving. Natuurlijk, natuurlijk. Van de rit zelf. Ja, voor de rest. Ja, weer een standaard riddeltje natuurlijk op het einde. Van, wil je joinen Discord? Of een PTC joinen, dan kun je uiteraard gewoon een sollicitatie naar mijn PTC sturen. Dat is niet zo heel moeilijk, de naam die heeft het toch al verklapt. En ja, je kunt eventueel gewoon bij Turkey hebben of anders bij Turk. Je mag ook bij allebei inschrijven, wat je zelf wilt. De rest zit er eigenlijk weinig regels aan, de enige wat ik vraag. Dus als je bij de Turkey app komt, dan liefst zo min mogelijk boetes en schade schrijven. Natuurlijk wegens de virtuele geld die erop zit.
Nou ja, je kunt daar ook nog een keer een eigen vrachtwagen toegewezen krijgen. Dus om doen wat je wilt. Je bent ook niet verplicht om in een Discord te komen, of weet ik veel waar je allemaal van plan bent. Je bent niet verplicht om samen te rijden. Je kunt gaan en staan met je vrachtwagen waar je wilt, of ja, hoe vaak je wilt rijden. Dus, voor de rest ga ik het bij deze weer afsluiten en zoals gezegd met een hele verhouden vaart zelf. En hopelijk zien we elkaar hier gewoon weer terug. Niet te vergeten, abonneer op het kanaal. Volg dit, hartstikke leuk. En nou, ik weet ook niet wanneer de video's allemaal uitkomen. Dat kan ik je niet vertellen, maar je hebt natuurlijk nu zoveel werk en alles. En het is een blijvend hobby, uiteraard. En dan ga je mezelf treffen. Goed, ik wens jullie een behouden vaart en tot de volgende keer een nieuwe aflevering. Thank you.